word ik best wel jongensachtig. En ik wou graag een tractor. En dat wou ik echt super graag hebben. En ik weet dan van de verhalen van mam dat papa en ik een tractor gingen kopen en zijn voor een fietsje gaan kopen. Hij heeft een fietsje gekocht. Ja, zei jij in een tractor, maar jij dat toen zo niet in de gaten. En op een gegeven moment word je bij een neef van, bij Jean-Pierre Diederen, die een rijbeeldzaak in Buin. En René wordt echt niet zo mondig wie ze klein was. En toen zeg ik tegen haar van, waarvoor daar? En toen zeg ik, dat stond een klein fietsje. Zeg René, zou voor dicht dat gelden. Hol, dat is een zwarte showers op. Ja, en toen hebben we dat fietsje gekocht. En toen kwam voor toes en toen zei dingen, och, daar hebben ze een fietsje. Toen wil ze graag een tractor. Hey God. Ik heb vroeger zelf altijd aan wielrennen gedaan. En ik kom zelf van Eelse. En Eelse was vroeger gewoon een wielerdorp. Dus ik zou het wel chic vinden als de kinder ook gaat bewegen. Sportdegen. Ja, en bij René is het dan ook toevallig dan zo uitgekomen. Ik doe nog af en toe wel ongeveer 2 uurtjes met René fietsen. En een paar jaar geleden is hij pas begonnen, koos ik er nog aan, maar nu gaat ze me te halen. Dus, maar ze vindt het nog altijd chic. Samen te gaan fietsen, ik bel hem heel wel regelmatig op van zullen we samen gaan fietsen in het weekend. En hoe dat nog naast het rennen ook erbij doen. Want voor fijn hebben we al het wel prachtig tot vanmiddag als je wel gaat kunnen trappen naar ongeveer. Dat zijn intieme momenten. Ja, ja. En dan wordt je het verteld. En als ik met haar verkallen, zwaar bij zwaar, weinig over de sport als we bij een zijn, zwaar toes. Maar als ik alleen met haar ben, op de fiets of we zitten met haar in de auto, ja, dan kan ik op een heel rustige manier met haar kallen. Ja. Pap heeft op sportgebied heel veel voor me betekend. Nog steeds. Echt wel een stimulans voor me geweest. En hij is nog helemaal. Denk ik wel de meest enthousiaste over mijn sporten. Boetet sporten betekent ook heel veel voor me. Dat is een hele stille man, maar als we zijn best wel een familie waar je voor alles kan kallen en ook met pap. Dus dat vind ik wel heel belangrijk dat echt alles bespreekbaar is en ik zo hoog met hem kan ik alles delen en dat doen we ook als gezin. Pap is sowieso ook iemand wat heel positief is. Hij accepteert alles en iedereen. En ja, is heel enthousiast over mij en wat ik doe. Op sportief vlak heeft er mij gewoon word ik een beetje mijn voorbeeld. Pap heeft wel eens gezegd van, och, doe toch Sylvester loopt met. En ik moet eerlijk zeggen, ik deed dat dan wel voor hem. Heb ik vroeger 2 keer smid gedaan aan de eindejaarsloop. En het was dan eigenlijk wel omdat pap dat volgens mij chic vond. En eigenlijk vond ik het zelf veel te spannend, durfde ik helemaal niet. En later bleek ook dat hij dat helemaal niet wist, dat ik alles zo spannend vond. Ook als we gingen wel eens samen in de bos rennen en dan word ik ook altijd zenuwachtig van tevoren. Van of je het wel zo kent en of het wel zo lukken. Ik heb dat zelf nooit in de gaten gehad. Maar wie ze mij dat vertelde, ja, toen veel mijn vrouw eigenlijk, omdat ik zelf ook gesport heb. Dus op dat moment, wie ze dat vertelde, kon ze mij toch weer gaan verplaatsen. Maar ik heb dat nooit heb ik dat in de gaten gehad, wie ze jong was. Want ik ben op een gegeven moment, ze waren nog vrij jong. En toen zei ik, zou ze het chic vinden als we eens een paar loopschoenen kopen of we gaan gaan joggen in de bos. En dat heb ik toen eerder zaterdag met haar gedaan. En ik denk dat toch ook bij haar de interesse is ontstaan voor het sporten. When night chases the sun away, you remain. When night takes all the dark again, where do you stay? Cause I can see. On your face, you want me there to take me to that place. Well, I just want to feel it. I just want to feel it. Met mom ken ik echt al heel goed kallen. Ik kan ook echt vervelend tegen haar doen. Och, dat kent wel eens, ja.
En dan moet voor allebei een slikken. En dan spiever dat bij een hoed. En dan is het klaar. Dan is het over. Maar dan kan ik ook sorry zeggen en met haar vertellen, ja, wat wordt er nu of whatever. Ik moet altijd wel eventjes naar haar toe gaan. Sinds ik met Luc samenwoon heb ik wel het gevoel dat ik vaak eventjes nog, zo, of nog heel even langs wil gaan. En ja, ik vind het nu heel erg leuk dat we af en toe gaan voor samen rennen of iets doen. En ja, dan merk ze gewoon, dan heb ze een beetje quality time samen en dan, ja, dan vertel, dan deel we ook wel echt alles. Ja, nou, ik ren. Ik zie een haaf en René is ja, dan snel wandelen, zeg maar. Maar één keer in de week doen we dat. En dat, ja, dat vind ik wel, wel fijn. Als we voordat we vertrekken, denk ik, mijn god, we beginnen gaan. En als we dan bezig zijn, ja, dan vertelt ze iets wat. Als ik nog ooit me kallig druk. Maar ja, dat is een fijn moment. Mam is best wel zenuwachtig, ja. Ik weet ook niet waarom. Want ja, ik bedoel, ik ben meestal zelf wel best wel rustig voor een wedstrijd. Of, maar ja, ze kent wel zenuwachtig zijn om logistiek en ja, of het misschien wel goed gaat. Ze heeft wel altijd gezorgd niet gewoon fietsen omdat ze dat eng vindt. Maar rennen is niet echt eng, dus ik weet het eigenlijk niet precies. Ik heb het er ook wel eens gevraagd, maar het is niet echt een verklaring voor te vinden. Als er maar niks overkomt, dat ze veelt of ja, geblesseerd raakt of zwak gaat, ja, dat is dan denk ik mijn spanning. De kern van onze band is dat we eigenlijk allemaal heel intiem zijn met elkaar. We hebben geen geheimen. We hebben eigenlijk vanaf dat ze koesten metkallen met elkaar gekald. Iedereen koest ook zeggen wat er wil. Soms is dat niet leuk en soms is dat wel leuk. Maar ja, dat is het belangrijkste eigenlijk. En dat, voor, dat iedereen respect voor elkaar heeft. Luc, het triathlon gedaan vroeger. En in de tijd dat we elkaar tegenkomen, deed je ook loopwedstrijdjes. Luc is vooral altijd enthousiast. Heel positief. Dat vind ik het allerprettigste. Dus nooit zeurt, nooit klaagt, nooit. En het is wel heel makkelijk eigenlijk. En hij steunt me heel erg in het sporten, sowieso. Hij vraagt nooit waarom ik iets moet gaan doen. Of... En ook bij Luc vroeg ik heel vaak wel bevestiging. Weer niet over meisjesdingen, maar op sportgebied bijvoorbeeld heb ik advies nodig. En ja, dat is wel leuk. Is er al... Als ze er is, is er altijd erbij en is er eigenlijk altijd voor mij. Voor gewoon zelf 's ochtends al heel vroeg extra rennen, zodat de rest van de planning door kan gaan. Dus ze staat wel extra vroeg op voor mij, bijvoorbeeld in het weekend, zodat we nog samen kunnen sporten. De leukste gesprekken komen op gang als we samen rennen. En ja, Luc is natuurlijk heel avontuurlijk, dus hij heeft me ook wel over drempels hergeholpen met bijvoorbeeld klimmen of abseilen of dat soort dingen. Accepteert het heel erg goed wat ik niet wil of niet durf, maar ja, enthousiasmeert me ook heel erg om, om al dat soort dingen te doen. Luc is wel in mijn zorg tegenop kijk, dus zijn doorzettingsvermogen en dat houd ik ook wel eens vaker in wedstrijden of in dingen in mijn dagelijks leven. Denk ik van, kom op, toen kent dat ook en ik vind wel dat ik ook wel iets gegroeid ben door hem, iets zelfstandiger geworden. En ik heb ook wel de bevestiging gekregen dat ik ook dingen alleen ken en zelf ken. Ja. Wat veel voor elkaar betekenen. Ik denk dat we een hele hechte band hebben als zusjes zijnde. We zijn sowieso wel allebei heel familiemensen. We hebben altijd veel samen gedaan, van kleins af aan. Ze is mijn grote zus en eigenlijk ook gewoon mijn beste vriendin. We zijn altijd een heel hecht gezin geweest. Ja, nog. Ik was 5 jaar bij René geboren worden, dus ik heb dat best wel bewust ook metgemaakt. Ja, voor zo hecht. Ik zie haar wel als mijn beste vriendin en Emus.
moet je gewoon ook niet kunnen bedenken dat iets mis zou gaan of dat er iets gebeurd is. Dus ik denk dat, ja, we verkennen gewoon alles met elkaar eigenlijk. Boos en verdrietig, heel blij. Bij dit soort familieleden kent ze net iets meer maken. Dat klinkt misschien heel raar, maar kent ze net gaat heel meer maken dan met vriendinnen bijvoorbeeld. Ik weet toch dat het met haar altijd wel weer goed komt. Anne is altijd mijn oudere zus geweest. Ik van begin af aan word het gewoon een soort tweede moeder, omdat ze 5 jaar ouder is als mij. En eigenlijk van kleins af aan kijk ik wel tegen haar op. Al van wie voor gans klein waren. En ik mocht alles en ze liet me alles doen. En is eigenlijk immer wel mijn voorbeeld geweest. En ik wilde haar met alles naapen. Kleine verleger René van Vreuger, dat kan ik me zeker nog herinneren. Maar ik zie nu ook dat dat nu jouw anges is. En ze is erin gegroeid. En ik denk eigenlijk dat, dat het sporten door jou erg geholpen heeft. Dat is begonnen met danslessen, hoe ze dan als klein meisje naartoe ging. Want ik zat ook op dansles. Dus ik denk dat dat er wel met te maken had, dat ze dat ook leuk vond. En daar heb ik haar in de jaren al zien opbloeien. En zie je het ook in dat dansen meer bereikt dan wat ik ooit bereikt heb. Ik ben nooit gaan wedstrijddansen of zo. En René ging dat wel doen, dat zag de uitdagingen. En nou ja, later dat rennen. En ik denk dat dat wel een hele grote factor is geweest om ook een beetje van de verleggende af te komen. En dat zich dat in sociale dingen vertaald heeft. Om meer er gewoon te staan. En, want dat nu stijt ze er gewoon. Ik ben begonnen met dansles geven op een dansschool hier in de buurt. En wie dat stopte, toen waren er best wel gat ouders en kinderen die zeiden van oh jammer en man, gang toch voor zichzelf weer. En eigenlijk hebben ze gehad van ja, dat zie ik niet zo zitten. En toen zag René van man, dat moest wel doen en ik help dich en we doen dat samen. Toen dacht ik, ja, als we dat zo samen kunnen oppakken, dan heb ik dat eigenlijk wel meer zin in nog. De danslessen met Anne, die zijn wel heel belangrijk, want het betekent dat voor ons, voor zo is sowieso wel vaak zijn, maar dat betekent dat voor ons sowieso één keer in de week al een hele ochtend zijn, dat we weer gaan quality time hebben samen en ja, vooral er gewoon heel veel energie uit. Terwijl het ook wel best wel geen energie kost, maar we hebben elke keer wel weer zoiets, oh dat hoor. Weer leuk, kijk, ja, kijk wat er gebeurde, of toen bespreken dan weer alles. Merk bij de kindjes heel goed wat voor kinderen het zien. Dus, en dat vind ik ook wel heel leuk, omdat de eerste twee groepjes zijn er ouders bij en dus is gewoon wat voor kenger- en ouderverhouding dat er is. Van de ene kant merk ze dus wie een kind zich gedrukt ten opzichte van ouder of andersom. Maar inderdaad, door dansen, door muziek, gewoon kenger wel losser werden. Het is ook wel heel leuk om te zien, echt de hele verlegen kenger. Wie die zich toch wijk na wijk, of misschien pas nog een paar wijken of maandje, als er doorgezet wordt, wie ze zich ontplooien. En de andere kind, de kenger die heel los en happy zijn, dan denk je wel eens van, oh, wat heerlijk, zo word ik vroeger niet. Ik durfde me helemaal niet te geven. En die zijn zo vrij, dat is echt een... Ja, fijn om te zien.
ik ben wel eens wat vaak bevestiging zoekt. Ook al weet ik wel wat ik doe en lijkt het misschien wel zelf zeker, maar bij lui zoals Anne of mijn naaste familie, daar zoek ik wel heel vaak bevestiging. In het gewone dagelijkse leven, daar zal er misschien ook sneller zijn kwetsbaarheid aan mij laten kijken en gewoon nog eens om hulp vragen of om advies vragen. Anne heeft mij wel altijd op sleeptouw genomen. Dus als ze erbij was, dan word ik veilig. En dan durfde ik met Kenger te spelen en dan ging het ook wel. Maar om echt zelfstandig te worden, dat heeft ze mij wel bij geholpen. Ze durft echt nog wel ook het kleine zusje te zijn. Ik kan best wel tegen lui opkijken en bijvoorbeeld de bevestiging zoeken of ik iets goed doe. Ik kan best nog wel onzeker zijn in situaties waar ik niet eigen ben. Maar ze vreugt inderdaad wel lekker van wat zou het Geer dan doen, wat zou Sticht dan doen, wat moet ik, ik weet niet wat ik moet kiezen. Bevestiging zoeken ook bij mam, ja. Als ze zich had anders bedacht houden als wat ver, dan keuze ze toch wat ze zelf wil doen. Oké, je keuze is gemaakt. Hoe ik wel eigen ben, ben ik meestal heel aanwezig en voel ik me super, maar in omgeving of situatie waar ik me nog niet zo goed toe ben, dan vind ik dat nog wel eens moeilijk. Ook al ben ik misschien nog wel onzeker, maar door zo zichzelf te laten zien en de attitude te tonen, heb ik dat wel geleerd om er ook te staan. Mijn zus dus had zich niet zo heel goed wat ik wou. Toen universitaire studies dacht ik van ja, ik weet niet of ik dat al ken. En ik voel het allemaal zo wazig. Ik wist niet zo goed wat ik kon werken. En fysiotherapeut was voor mij iets duidelijker. Ik wou fysiek wel iets doen. En vroeger met opa wel eens met geweest naar de fysiotherapeut. En dat sprak me wel heel erg aan. Dus vandaar dat ik uiteindelijk daarvoor heb gekozen. Ik vind vooral kleine dingen leuk eigenlijk. Dus tussendoortjes met collega's of inderdaad dingen die patiënten vertellen. Of dat nu iets prettigs of iets minder leuks is. Maar gewoon kleine dingen, daar haal ik wel energie vandaan. Ik kan heel betrokken zijn. Ben ik ook. Maar als ik eenmaal thuis ben of weg ben, dan kan ik ook wel echt heel goed iets loslaten. En als dat niet lukt, dan gebruik ik sporten er wel voor. Als ik chagrijnig ben, dan meestal als ik terugkom van het rennen, dan is het weg. Cesar is echt wel een tweede thuis. Dat is wel heel erg leuk. Toch ging ik dus ook de eerste keer her met heel veel spanning. Ze eerst begon bij Cesar en toen liep ze, had ze een paar jaar alleen maar de 5 kilometer gelopen. En toen begeleidde naar Wil Pepels. René is natuurlijk toen dat hij de tiener bij me gekomen, 16 jaar. Het was nog eigen puberend toch wel, moet ik eerlijk zeggen. En het was ook heel goed. Wat Wil allemaal deed met haar, een beetje op een speelse manier deed hij dat. Nee, die kwam bij me lopen op aanrooien van ouders eigenlijk. Die zei, gang bij Cesar lopen, daar heb ze mogelijkheden, proberen dus. Ik denk dat ik bij Cesar altijd wel blijf rennen. Dat is gewoon gezellig. Ik ben nog meestal uitgelaten. En als ik een keertje stil ben in de groep, dan wordt ook gelijk gezegd van, wat is er aan de hand? In het begin wordt het nog helemaal niet zo serieus wie het op het moment traint. Wordt het maar 2 keer in de week, want hij dansen dan even. En nog andere dingen, het zat nog op school, noem maar op, puberteit, tijd nog dingen te blijven, uitgaan, noem maar op, allemaal die dingen. En dat is pas later, is dat pas veel helder gaan trainen, toen een beetje meer zijn leven op de rails zijn wat betreft vastigheid en zo. Toen ging het pas echt goed trainen en toen maakte het dus ook enorme vorderingen. Op een gegeven moment zei ze, komt ze naar me toe, zei ze, pap, zou ik dat aankennen, dat die 1 kilometer? Zeg ik, dat moest ze zelf weten. En op een gegeven moment zet ze dan toch de stap, toen heeft ze ook bewezen dat ze dat aankent. En ze is dat eigenlijk ook met de marathon gegaan.
Want ze is op vrij jonge leeftijd overgestapt naar de marathon. En dat is eigenlijk in de atletiekwereld, dus dat gaat vloeken in de kerk. Sinds een jaar doe ik wel een beetje meer met op een ander niveau. En ik merk dat als ik dan nu bijvoorbeeld een hotelovernachting krijg of met andere dames ergens moet samenkomen, ik ken het wereldje nog niet heel goed, dan vind ik dat best wel spannend. Maar ik moet zeggen, dan maak ik me zorg en het is nu ook wel een paar keer bevestigd dat het echt niet nodig wordt. Het liefst op de marathon wil ik me nog wel een stukje verbeteren. En als ze dan een titels waren, dan nu leef ik in Rotterdam 2:43 en seconde en ik zou wel onder de 2:40 willen gaan rennen. Ik denk op de andere afstanden dat er nog wel winst te behalen is, maar ik ben wel een beetje beter in het echte lange werk. Als ze op dit niveau blijft trainen, hoe ze op traint, dan kent ze nog wel een minuutje of 5, zou ik 2:35 op de marathon halen. Dan denk ik dat ze misschien wel in staat is voor 2:38. En 2:38 ging ze de afgelopen jaar als Belgiëloopster ging ze naar Rio. Dus dan wordt ze dan ook maar misschien 50ste in Rio. Maar ja. Terwijl in Nederland de limiet veel scherper ligt. Ja, ik kan echt wel eens er tegenop zien om een bepaalde training te doen. Toen ik er overdag wel al mee bezig ben, van oh, strakjes wordt het best wel zwaar. En vaak vult het dan reuze met, dan ben ik met mijn maatjes. Of ja, dan vind je het juist heerlijk om af te zien. Maar als ik een lange dag of in de drukte, dan denk ik wel van boah, ik moet dat ook nog even tussendoor doen. Eigenlijk klinkt het misschien heel cliché, maar het lopen is gewoon een verslaving geworden. Ik weet gewoon niet beter. Ik ga iedere dag trainen en ik voel me ook slecht als ik niet heb gerend of gesport. Het is misschien best wel autistisch wat ik nu doe. Ik moet gewoon elke dag iets doen en ik ga gewoon. Ik denk er niet over na om niet te gaan. In Remunje vind je nog immer de schoonste prestaties in Cityloop vind je. Toen kwam eigenlijk voor de eerste keer uit dat het echt helemaal kon lopen. Dat ik dacht, nou, nu laat het zien dat het gaat meer kent dan de anderen. Wie zit vorig jaar in de Sylvesterloop 35 minuten zwaar verleed. En dan worden ze gehaast door Roger Smeets. Dus dat was chic. En toen zei de pap van, toen waren ze binnen en ik stond bij de pap van Roger, bij Jacques Smeets. En toen zei hij zwaar van, nu werd ze echt bij de top in Nederland. Ja, en dat drong bij mij gaat niet door, want hij werd meer van die 10 avonds mee en zo allemaal. Ja, dat vond ik wel chic, een chique opmerking. Ik ben het meeste trots op René zien doorzettingsvermogen. En dat er gewoon met in zijn leven, hij werkt gewoon, hij onderhield zijn relaties met vrienden, met familie, deed nog van alles derby. En daarna dan op zo'n niveau kunnen sporten. Ik denk dat er best gaat atleten zijn die dan zeggen van ja, dit is nu het enigste en de rest liet de honger. En op de einde van de manier ja, krijgt er het verder om dat gewoon allemaal te doen. Het is echt niet alleen dat sporten, maar alles eromheen moet ook blijven draaien en niet een klein beetje. Dus ik heb niet het idee dat er heel veel opoffert. Hij deed gewoon alles. Ik ben trots op René als er goed loopt, maar als er niet goed loopt, maakt mij dat ook niks uit. Ik denk toch niet zo. Nee, ik weet dat ze ooit een keer zag bij de eerste wedstrijd. Hè. Als ik maar niet het laatste ben. Ik zeg ook, kind, dat moet ook een het laatste zijn. Ik zeg, wat maakt dat goed, dat sticht dat best. Ik hoop eigenlijk altijd dat ik wel blijf rennen. Tot voor straks zo, Luc en ik zo'n grieze opa en oma zien wat samen nog kruppel. Voor de straat rennen. Maar goed, ik zou nu nog wel een paar jaar fanatiek willen blijven sporten. Maar dan, ja, dat hoeft ook niet voor altijd. Ik denk niet dat ik nog altijd zo fanatiek dit soort wedstrijdjes blijf doen. Dat ik dan gewoon voor mezelf gewoon rennen en fietsen. En ook meer de gezelligheid op gaan zoeken weer daarin.